Dat was Kinga Ban. En uh, uh, van de CD uit Liefde was dat het nummer Altijd Welkom. Hij was we vaker uh, gedraaid in dit programma. Uh, we praten over augmented reality. Kun je nog even uitleggen wat augmented reality precies is? Uh, augmented reality is dat je informatie toevoegt aan de werkelijkheid. Dus je hebt je de werkelijkheid en daar heb je een camerabeeld van. En daar laat je wat overheen zien. Ja. Het grote verschil met uh, virtual reality. Wat bijna iedereen kent. Is dat je in virtual reality zie je de werkelijkheid niet. Dus daar zit je. Daar ben je uh, Zoals avatar. Ja, maar dan ben, je, dan ben je dus afgesloten van de werkelijkheid. Mm. En daar zijn heel veel mensen. Worden daar angstig van. krijgen, uh, uh, Worden er soms zelfs half zee ziek van. <laughs> krijgen allerlei van dat soort gevolgen. En met augmented reality. En uh, augmented reality kun je ook veel beter Toepassen in in de zakelijke wereld. Zeker. En hoe ver is het nou met de ontwikkelingen rondom Augmented reality? Nou, als, als je kijkt naar de augmented Reality, zie je op het ogenblik dat er een, uh, een trend gaande is van de ontwikkeling van Augmented Reality brillen, dat zegt high-end oplossingen. Uh, HoloLens, uh, Magic Leap. Als je kijkt naar uh, Magic Leap is een uh, drie jaar geleden begonnen, volgens mij. En de eerste investering die gedaan werd, was. Uh, 590 miljoen door, door Google. Inmiddels is daar bijna 3 miljard in gestopt. Dat zijn zulke enorme bedragen. En als je kijkt, dan wordt. De, uh, die ontwikkeling van Augmented Reality zo snel. dat het een van de grootste markten uh, ter wereld gaat worden. en alle andere markten krijgen daarmee te, ma te maken. Uh, dat zou voor een klein deel. van deel zal het hardware zijn waar al dat geld in gezeten. zitten. maar een overgroot deel is hoe ga je de content ontwikkelen. En hoe ga je als bedrijven daarop inspelen en hoe ga je dat benutten? Als je kijkt naar de, wat ik verwacht, hoe, het, hoe snel het gaat met uh, de brillen en ook augmented reality in, uh, gewoon in je smartphone en tablet. Dat wordt nou standaard ondersteund op iOS en Android. Mm -hmm. Maar als je kijkt naar de brillen, dan verwacht ik dat je. Uh, kijkend naar wat er nu gebeurt bij Magic Leap en bij Microsoft, is dat je met een aantal jaren, misschien vijf jaar, dan heb je een gewone bril op waar augmented reality in zit. En dan kun je dat bijna niet meer onderscheiden van een normale bril. En dan krijg je inderdaad gewoon omdat je non-stop online bent met 5G. Ja. Um, kun je inderdaad al die uh, informatie uh, laten projecteren, kun je aan- en uitzetten. Ja, maar dan, dan gaat het zover tot uh, je bril herkent de omgeving mm -hmm. en die herkent wat jij aan informatie wilt ontvangen. En dan krijg je automatisch die informatie te zien die voor jou relevant is. Ja, dus als ik naar jou kijk, dan komt er een pijltje bij en dan staat er Henk Stomphorst. Ja, of je krijgt het te horen in de koptelefoon. Ja, dat kan natuurlijk ook. Dat is ook augmented. Ja, ja het is ook waar. Ja. Want dan Dit. hoef ik het niet te lezen. Dat is nog makkelijker. Nee, dus, dus, dus die combi zal er ook komen. Dat is wel uh, handig voor mij. Dan uh, herken ik iedereen. Ja, maar ja. wat een hele hoop mensen uh, ook niet weten bij augmented reality. Die kijken alleen naar het visuele. Dus je, je krijgt een beeld voor je. Maar wat heel belangrijk daarbij is, is het geluid wat je hoort. Want het geluid is echt uh, een special sound zoals we dat noemen. Dus je hoort ineens geluid achter je. En voor je en naast je. Want je blikveld is maar heel klein. Interessant. We gaan naar, vind ik, het mooiste nummer van de avond luisteren. Hier komt Annie O'Morricone met de finale uit Once Upon a Time in the West.